De keuze is wel heel duidelijk in dit regeerakkoord. De keuze is onevenwichtig, is onrechtvaardig en getuigt van nul ambitie, beste collega's, in zaken milieu en gezondheid. En ik heb een boek bij van meneer Van Overtveld. Ik weet niet van welk jaar het is, maar het is van een tijdje geleden. Het ligt ondertussen al bij de slechte. De school van Chicago. De school van Chicago. Beste vrienden, de school van Chicago is toe, is dood, is versleten. Vandaag is er Wilkinson, Piketty, Stiglitz en dichter bij ons Paul de Grauwe. Pak die dingen vast. Pak die dingen vast. In plaats van te blijven steken in de dogma's, in de oude recepten van het verleden. Niet iedereen draagt zijn steentje bij. Waar is de gemeenschapsdienst voor de grootste vermogens gebleven, beste collega's? Waar is de gemeenschapsdienst voor de mensen die rijk worden dag na dag met de rijkdom die ze al hebben? Waar is die gemeenschapsdienst gebleven? Kernenergie is meer dan ooit het probleem. Meer dan ooit het probleem. Als we ons vandaag zorgen maken over de bevoorradingszekerheid de komende winter, dan is dat omdat die oude kerncentrales steken laten vallen. En toch gaat u door met dat nucleair dogma. De meest vermogenden hebben vandaag 877 miljard euro vermogen. Er is niks radicaal aan vragen voor een vermogenswinstbijdrage. Het enige dat radicaal is vandaag, de lasten op arbeid. En dat maakt, meneer De Waal, dat u ongeloofwaardig bent in uw pleidooi voor echte jobs, in uw pleidooi voor jobcreatie. Dit regeerakkoord maakt van België een land met meer ongelijkheid, met meer milieuvervuiling. Terwijl hervormen ook sociaal en groen kan. Wij houden van dit land, wij doen aan politiek voor mensen en dat is de reden waarom wij straks met veel overtuiging jullie het vertrouwen niet zullen geven.